Als ik de organisatie van Lauwers omschrijf, dan zijn wij typisch een toeleverancier voor de high-tech industriepartners, OEM's, bedrijven die eigen producten maken. En wij leveren toe met specifieke producten, gespecialiseerd in glas en keramiek. De belangrijkste eigenschappen van glas en keramiek zijn eigenlijk dat het materialen zijn die in hoogwaardige toepassingen hun weg vinden. Qua zuiverheid, qua chemische bestendigheid, qua belasting, qua temperatuurbestendigheid. De adviesfunctie van ons is heel belangrijk. Het begint eigenlijk al in het eerste gesprek met de vraag van een klant naar specifieke oplossingen. En dat noem je ook wel in de termen early supplier involvement. En dat betekent dat onze sales mensen eigenlijk engineers zijn, technici, die vaak met de technici van de klant praten en de juiste vragen gaan stellen, zodat wij ook het beste advies kunnen voorstellen in hun toepassing. De producten die wij hier maken zijn altijd op specificatie van de klant. Dus wij hebben geen eigen producten als toeleverancier, maar wij werken in feite voor het complete range van OEM's. Dat is het hele brede palet aan markten, een heel breed palet aan materialen waarmee we werken, van glas en keramiek. En daarna, de derde dimensie is eigenlijk het hele brede palet aan bewerkingstechnologieën om van die materialen de oplossing te maken voor de klanten. Het vakmanschap is heel belangrijk voor een bedrijf als Lauwers, omdat dat uiteindelijk de basis is van je productie. Of je uiteindelijk een bepaalde serie- of volumeproductie doet, het begint met je prototyping en je eerste conceptanalyses met je klanten, begint het met het vakmanschap. En daarom is vakmanschap zal altijd key blijven en zullen wij ieder initiatief ondersteunen dat het vakmanschap promoot. En zelf hebben wij een heel intern opleidingsprogramma gemaakt om dat vakmanschap te borgen. Wij zijn eigenlijk tweeledig bezig, zowel het vakmanschap promoten, maar van de andere kant het mechaniseren en automatiseren van onze processen. Automatisering is steeds belangrijker voor ons als bedrijf. Die processen dermate kennen en te kwantificeren, zodat je het kunt mechaniseren en automatiseren. Zodat je ook grotere volumes aan kunt. En nog belangrijker, zodat je altijd de juiste kwaliteit levert en iets minder afhankelijk bent van dat vakmanschap. De innovatie binnen Lauwers is heel erg belangrijk voor ons. Om een aantal redenen. Ons productengamma, omdat we geen eigen productengamma is, wisselt sterk. Ieder jaar is denk ik 20-30% van onze business zijn nieuwe products. Zijn nieuwe ontwikkelingen bij onze klanten. Daarmee worden wij ook automatisch getriggerd om aan de nieuwste ontwikkelingen mee te doen. Aan de andere kant hebben we ook een eigen engineeringsafdeling die ook zorgt dat we zonder die nieuwe business nog steeds aan de voorfront staan van nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijk aspect voor OEM's in de selectie van hun toeleveranciers is dat de toeleveranciers zich richten met het begrip QLTC. De Q staat voor Quality, de L voor Logistics en de T voor Technology en de C voor Kosten. Het begrip QLTC is bij ons al jaren gemeengoed in de bedrijfsvoering. Per 1 januari zullen wij heten Lauwers en Haniek. Daarmee groeien wij van 60 medewerkers naar 100 medewerkers. En op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding daarop en de investeringen in nieuwe productiefaciliteiten die helemaal state-of-the-art zullen zijn. Ik denk het belangrijkste wat de markt, onze cliënten moeten weten, is dat Lauwers Haniek de partner is voor de toekomst.